Leuk dat je kijkt naar de tweede vakantievlog van onze vakantie vanuit Kroatië. We zijn hier op vakantie op uitnodiging van Canvas Holidays. En we zijn op camping Lanterna Resort in Kroatië, Istrië. Dit is deel 2, dus afgelopen woensdag kon je deel 1 zien. Dus klik even hier om deel 1 nog even te zien als je het nog niet had gezien. En vandaag gaan we verder met deel 2. Het is vandaag dinsdag en we gaan zo lekker naar het strand. Ik neem de GoPro mee, dus dan kun je wat beelden van zien. We zijn nu even allemaal aan het insmeren, heel belangrijk natuurlijk. Dan gaan we lekker zwemmen bij het strand. En dan gaan we naar het strandje vanavond lekker uit eten. Ja. Kom op. Oh, nou, even meteen hebben we gelijk een belly. Nee, zin schat, hier op vakantie? Ja. Maar hij staat er wel weg van. Toen blondere plukken gekregen hij. Nou, wij gaan lekker naar het strand. Gaan we lekker zwemmen. Nemen de krokodil mee. Jullie gaan het zo zien. Car ce que je ressens n'est pas très banal. Je sais que je pourrais très bien vivre avec ça. Tout doucement. Moi je veux respirer ce parfum dans ton cou. Permets-moi de te dire à l'oreille des mots doux. Que tu y penses encore quand je suis loin de toi. Dans mes bras lentement t'embrasser. M'inscrire sur le mur de ta vie, de ton passé. Je sais aujourd'hui que toi seul me guidera. Je veux voir ton corps danser. Je veux suivre ton rythme. Que tu apprennes à mes lèvres ces endroits que je ne connais pas. Laisse-moi aller au-delà. Nadat we lekker in de zee hebben gezwommen, zijn we lekker gaan slapen, hebben we geluncht, hebben we gedoucht, alles. En nu is het in de namiddag en rijden we naar Poreč toe. Dat is een stadje naast zijn kwartiertje rijden vanaf onze camping. Daar gaan we lekker rondwandelen, een beetje verkennen. En lekker uit eten. Ben je heel benieuwd, je bent er wel eens geweest, Poreč? Ja, ook. Oh. Leuke stad, mooie haven. In de vorige vlog, deel 1, zagen jullie dat wij in, hoe heet het ook alweer? Rovinje waren en nu zijn we onderweg naar Poreč, een nieuw stadje om te bezoeken. Ik vond Rovinje heel leuk, dus ik ben heel benieuwd hoe dit stadje is. Lana heeft haar superleuke nieuwe jurkje aan van Noppies. Lekker zomers. Oh, wat hebben we het heerlijk hier, hè? Ja, prachtig weer. Nou, echt super mooi hier langs het water. En ik zie dat daar een Dutch DM zit, of in ieder geval een DM, en daar wil ik heel graag naartoe. In Duitsland? Het is in Kroatië. Nee. Daar gaan we nog wel naartoe, denk ik. Ja. Even hier winkelen. Wat is dat in je handen? Wat is dit? Een professorspray. Professorspray, hè? Professorspray voor je haartjes die in de klit zitten, hè? Na het douchen, na het zwemmen. En een knippertje en een body lotion en een lekkere douche gel. Ja. We hebben even lekker rondgewandeld en is nu de situatie? We zijn nu een week op vakantie bijna. We komen langs een leuke terrasje iets en wordt gelokt, want ze hebben dit. Kroket, frikandel. We doen even een drankje en een snackje. En ja, mijn craving heeft gewonnen dit keer. Lena heeft lekker frikandel speciaal. Goed zo. En dan kunnen we er even door. Ja, we hadden een beer gezien in een kinderwagen. Ja. Een hele grote beer en die zat gewoon los in de kinderwagen. Zo werd hij vervoerd. Dat vond Lana wel heel bijzonder. Maar goed, we gaan nog even lekker het stadje verkennen. We hebben even wat energie opgedaan. En na een wandeling gaan we straks wel weer ergens anders eten. Een superleuk restaurantje en ze hebben hier dus echt extreem grote pizza's. Je kunt daar zien, dus echt een pizza te groot van je tafel. En voor 8 personen en voor minder personen, echt super grappig. Maar dat goed, dat doen wij natuurlijk niet voor zoveel personen. Zelfs voor 8 personen pizza. Ik vind de komkommer heel lekker hier.
We hebben alvast een salade om mee te beginnen en een soepje voor Amy. Alleen de komkommers hier zijn echt super droog, heel raar. Een pizza met biefstuk voor Yannick. En voor Lana en mij een pizza Hawaii. En Kelly. Goedemorgen, het is vandaag alweer woensdag. We zijn alweer een week vakantie, een week geleden zijn we vertrokken. En we zijn lekker gaan ontbijten voor onze caravan. We zijn eigenlijk heel vroeg, want er is verder hier ook nog niemand wakker. Maar... Mm-hmm. Amy is lekker een papje aan het krijgen. En Lana heeft lekker schelpjes. En ik ga ook even lekker eten. Natuurlijk gewoon hagelslag meegenomen. En ze hebben hier dus echt mega lekkere pindakaas bij de Lidl. Dit is zo'n Amerikaanse. Oh, echt zo lekker. Dus die ga ik hier ook nog bij doen. Die vind ik ook lekker. Ja, die vind je ook lekker, schat. Ja, die is heel lekker. Ze hebben hier dus van die superleuke mini beschuitjes. Die zijn echt een stuk kleiner als onze beschuitjes en dunner. Maar echt van die smikkel beschuitjes. Deze. En ze hebben daar dus, Yannick geloof me niet, speciale kaas voor. Het is precies hetzelfde formaat. Maar zouden ze dat op de verpakking laten zien? Ze passen dus precies op die beschuitjes. Geen beschuitje. Dus dat vind ik echt heel erg leuk. Nou ja, goed, dat was mijn momentje even. Ik kan hier even lekker van genieten. Ik heb een leuk modelletje gedaan. Ja. Hè? Ja, is heel mooi, schatje. Mm. Nee, doe alles maar af. Ja, dat was ik wel van plan. Ik vond het grappig. Wij zijn hier cake aan het bakken, hè? Ja. Maar Amy niet. Nee, die zit hier te spelen. Wij zijn hier alles aan het maken. Moeten we suiker erin doen? En nu is die kakker. Dan moet ik mixen. Zo, één, zo. En zo mixen daar. Zo. Nou moet je nog in de oven. Ja. Dan zit hier ook een hele leuke indoor speelhal waar we even gaan spelen. Superleuk. Koffietje gehaald en we wandelen even hier rond op het pleintje hier. Het is nog gewoon nog best wel vroeg, het is 9:30 en wij zijn gewoon al heel vroeg wakker vandaag. Ja. Ze hebben al lekker gespeeld en we gaan zo nog wel naar het zwembad, maar we wandelen nu even lekker rond. Ik heb hier twee hele drukke dametjes rondlopen, maar we gaan even klaarmaken om naar het zwembad te gaan. Lekker insmeren natuurlijk en bikinietjes, badpakjes, of eigenlijk alleen badpakjes. En dan gaan we naar het zwembad, ik neem de GoPro mee, ik hoop dat hij klaar is. En dan zal ik wel even wat filmen. We gaan lekker eten, lekker makkelijk. We hebben een salade gemaakt en daarbij eten we lekker worstjes, barbecue worstjes, wat paprika, de ui en een stokbroodje. En Amy heeft heel veel honger, dus we gaan gauw beginnen. Lekker. Lekker, Elana. Oké. Selectieve eter is dit. Nou, wij liggen lekker op een schommel, Yannick en ik. Nou, lekker. Jij ligt lekker. Mijn hal... Ja, ik voel één arm niet meer. Je mag in ieder geval wel zeggen welke ik niet meer voel. Dat, die arm. Nee, het valt mee. Ik had wel willen wijzen met de andere vinger, maar die doet het niet. Na het eten zijn we een stukje gaan wandelen en nu liggen we op een schommel. En de kinderen zijn aan het spelen hier in de speeltuin. En ik vind het wel chill, deze schommel. Anders ik wel. Tenminste de helft van mijn lichaam. Nou
wc. Een echte gentleman die doet gewoon de arm op een vrouw. Ja, maar een echte gentleman heeft twee armen om dat te kunnen. En deze gentleman heeft maar één. Hè? Hier is niks mis mee. Die andere. Oh, ja, ik ga zo eraf, joh. Ja, dat heeft geen zin. Ik ben zo'n 10 tonnen, joh. Amy is daar op dat speeltuintje. En Lana, die is daar ook in de buurt. Hey, en vandaag is het alweer donderdag. We zijn alweer ruim een week in Kroatië zelf. En vandaag hebben we heerlijk gezwommen en lekker relaxed gedaan. En we zijn nu onderweg naar een stadje. Novi Grad heet het stadje. En daar gaan we lekker even rondwandelen, rondkijken, hapje eten. Gewoon weer even lekker de toeristen uithangen. Hier een heel leuk speeltuintje. Met heel mooi uitzicht. Kleine schat. Oeh. Oh, we hebben lekker een ijskoek besteld met fruit erin. Ja, we zitten op een heerlijk terrasje hier. We gaan even lekker bijkomen en dan gaan we straks even kijken waar we gaan. We zitten bij een hele leuke Italiaan. Nicky heeft al lekker een soepje en ik heb als voorgerecht bruschetta. Oh, heerlijke tomaat en mozzarella. Lana heeft lekkere spaghetti bolognese. Amy ook. Papa die heeft de beef filet met aardappeltjes. Thank you. En I. En ik heb schnitzel blijkbaar. Dat is kip. Oh nee, dat is kip, sorry. Dit is een krokant kipschnitzel met frietjes, mayo en wat groenten. Als ik even niet oplet, dan pakt deze mevrouw zomaar een frietje van mijn bord af. Ook nog, die had ik. Ik dacht niet dat hij erbij zou zitten. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag alweer. Ik rij even met Lana naar de kidsclub. Dat is best wel ver hier rijden op de camping. Vandaag gaan we nog even de laatste dingetjes doen. Dus ik ga nou even met Lana naar de kidsclub. We gaan straks even lekker zwemmen. En we hebben besloten dat we vanavond om 11 uur 's avonds al gaan vertrekken in plaats van morgenochtend 7 uur. Omdat we op de heenweg best wel veel pech hadden met files en dat het best wel lang duurde. Denken we dat door 's nachts te rijden dat we dat voorkomen. Dan rijden we naar Duitsland en daar hebben we nog een camping. Dus dan komen we daar ook morgen lekker op tijd aan. Lekker hapje eten daar. Dus dan hebben we ook nog iets aan die dag morgen, zeg maar. We zijn maskers aan het maken. En dan maken we uiteindelijk een soort van superhero. Oh, ze heeft een mooie cape gemaakt. Wauw. En ze heeft een mooie masker. Wat? Dat zijn we allemaal helemaal klaargemaakt om te gaan zwemmen. Dus we gaan nog even lekker laatste duik maken. En dan straks even lekker koken. En dan... in, maar goed, het is nog niet voorbij. Eerst even lekker zwemmen. Die wil de mooie handdoek even laten zien. Heel mooi, schat. Kijk, de baby een kusje, dat is lief. Klein kusje mag de baby. Oh, lief van jou. Nou, na het zwemmen heeft Janiek lekker ananas gesneden in blokjes. Zo lekker. Zo, lekker zomerfruit, hè. Het is een maaltijdje op de camping hier in Kroatië. Lekker makkelijk zelfgemaakt soepje. Tenminste met een bakje en wat tomaten bij gesneden. En een salade gemaakt. Tomaten en komkommer, augurk, feta kaas. En dan hebben we lekker stokbrood. Lekkere dingetjes erop en zo. Gaan we lekker eten. Smakelijk. Smakelijk. Goedemorgen, en toen was het alweer zaterdag. Ik loop hier nu, het is 7 uur 's ochtends of zo. Ik loop hier nu een random parkeerplaats in Duitsland. We hebben heel de nacht al gereden. Oh, dat zie ik aan mijn hoofd. zo. Ik ga even koffie halen. We hebben dus al heel de nacht gereden, maar toen heb ik niet gevlogd, want de kinderen sliepen. En het was ook donker. Dus ik ga even lekker koffie halen en dan gaan we zo even weer verder rijden. Even lekker koffie gehaald en een bakje verse fruit. Die vond ik wel heel lekker uitzien. En we zitten hier op een picknicktafel. Gaan we lekker even ons ontbijtje eten.
Inmiddels zitten we al 14 uur in de auto. Of zijn we onderweg? Over een half uur zouden we er moeten zijn. Maar elke keer komt daar weer tijd bij. Dus het zit super vervelend. Nee, de wifi doet het ook nog steeds niet hier in de auto. Raar. Het zou overal moeten werken op ons daar, maar bij ons niet. Zo, nou, wij zijn er inmiddels helemaal gaar. Als je al 14 uur samen in de auto zit, dan gaat het zo. We hebben een paar uur verder en zijn we gearriveerd op de camping. Weer hebben we een hele leuke accommodatie van Canvas Holidays. De Staakcaravan op Landal Wachsberg. Dus een Duitse soort van vakantiepark, camping. Je kunt hier van alles doen. Super leuk. Heel leuk zwembad. Het is echt heel mooi hier. Het is de Wachsberg. En we hadden ook kunnen kiezen om met de stoeltjeslift naar de stad te gaan, maar dat doen we maar niet. Het is wel echt prachtig hier. We zitten bij een heel leuk restaurantje. Gaan eens even wat uitkiezen. Vorige keer hebben we lekker een soort pizzabrood. Met tomaat en kaas. Ik heb alvast een salade. Ik heb lekker een vlamkoeken. En Yannicky heeft een schnitzeltje. Nee, dat is een steak. Oh, Yannicky heeft een steak. En voor Amy hebben we spaghetti. Voor Lana hebben we de bambino schnitzel met frietjes en mayonaise staat. Mama gaat deze voor jou openmaken. Vind je het lekker, schat? Ja. Het eten. Ook eten. Het eten was ook lekker. Nog een ijsje en Yannicky heeft spaghetti-ijs genomen. Oftewel ijs die in de vorm van spaghetti-slierten is gemaakt. En aardbeien en saffroon. En ik heb met rozijnensmaak. Lana heeft lekker met meloen. En ik deel mijn ijsje een klein beetje met Amy. Vlog vanuit Duitsland. Vandaag gaan we nu weer naar huis. Dus nog een paar honderd kilometer zijn we thuis. Ik ben nu eventjes aan het lopen naar de parkshop om broodjes te halen voor het ontbijtje. En het is echt heerlijk weer. En het is lekker om even lekker buiten te wandelen. Dus gaan we daar lekker ontbijten. En dan is het eigenlijk alweer tijd om te gaan. Nou, na een laatste ontbijtje gaan we straks weer lekker naar huis. Maar eerst even lekker eten. Lekker buiten nu het nog kan. Ja, mijn en het is zover. De vakantie is voorbij, helaas. Oh. Dus we rijden weer naar huis vanaf Duitsland. Nog 4 uurtjes rijden, kleine 4 uurtjes. En dan zijn we lekker thuis. Gaan we weer naar Patrick toe. Patrick is heel goed verzorgd, dus dat is heel fijn. En dan zie je gewoon komende woensdag weer een normale vlog van mij. Dankjewel allemaal voor het kijken. Abonneer op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet had gedaan. Volg mij op Instagram via het Kelly Kressen of Yannick, het Shanky86. Doei! Thank you.